Mijn naam is Marco, ik ben 24 jaar oud en ik ga mannen enkel spelen in Minsk. Hallo iedereen, ik ben Soraya de Zijver. Ik ben 26 jaar oud. Ik speel enkelspel en aanstaande vrijdag trek ik naar Minsk voor de European Games. Ik kijk heel erg naar uit. We hebben een goede voorbereiding gehad, dus ja, kom maar op. Eigenlijk heel positief. Ik ga gewoon vrij spelen zolang dat kan. Ik ga gewoon ontzettend mijn best doen en kijken hoe ver ik kom op het toernooi zelf. Ik vind het gewoon ontzettend leuk dat we met als Team NL en met allemaal andere sporters erheen gaan. Dus dat vind ik ontzettend vet en ontzettend gaaf. En daar kijk ik eigenlijk het meest naar, dat we echt als een team erheen gaan. Uiteindelijk doel is natuurlijk de Olympische Spelen van 2020 te halen. Dus ja, daar gaan we alles aan doen om dat te halen. En daarvoor moeten we hard gaan trainen. Enorm bedankt. Ik ben Jelle Maas, 28 jaar en ik speel mannendubbel op European Games. Hoi, ik ben Michelle Seijnen, ik ben 23 jaar oud en ik ga naar de European Games samen met Selena Piet. Hoi, ik ben Robin Tameling, 25 jaar en dit is mijn gemeendubbel partner. Hoi, ik ben Selena Piet, ik ben 27 jaar. En dames dubbel speelster en een gemengdubbel speelster met deze knappe gozer naast me. En wij gaan vandaag de kleding halen voor de European Games. Zin in. Zeker. Let's go. Dankjewel. Ja, super. Tadaa! Ben je blij zo? Heel blij. Mooie kleren. Mooie tasjes. Mooi oranje. Mooi pet. Super mooi pet. Check het. Staat je goed. Echt hè? Dankjewel. Dankjewel. Ja, zeker. We hebben net een kleding gehad. En dat had ik ook bij de Olympische Spelen. Dan gaat het toch nog even meer kriebelen. En, ja, heel veel zin om weer onderdeel van Team NL uit te mogen maken. De verwachting is dat we zware potten gaan spelen. Dus in een poolsysteem. In de gemengdubbel zijn wij niet geplaatst. We zijn ingedeeld bij de Duitsers, volgens mij als vierde geplaatst zijn. En daarna is het een loting. Dus ik kan eigenlijk weinig zeggen over het verdere proces. We hopen natuurlijk, we gaan voor de eerste plek in de pool. Die willen we sowieso uitkomen en vanaf dat moment wordt het gewoon kijken per wedstrijd. Is het een beetje geluk hebben, denk ik ook met de loting, wie je loot. En dan zullen we iedereen moeten verslaan om bovenaan te komen. Ik denk dat Selena zegt wel klopt. Ik denk dat we ook minimaal 2 à 3 echt goede potten moeten neerzetten. Willen we bijvoorbeeld een medaille gaan halen. Het is natuurlijk uiteraard ons streven, maar het is geen appeltje eitje. Nee. Heb je deze kanonnen gezien naast me? Dat maakt me super sterk. Nou ja, het is denk ik een combinatie van. Ik denk dat we vullen elkaar goed aan. We hebben goede chemie, wat heel erg belangrijk is denk ik op de baan, omdat we hebben samen. Eerlijk tegen elkaar. Eerlijk inderdaad. Ik kan nogal een beetje explosief zijn en zit hem aan te kijken van mij, doe lekker je ding, doe rustig, kom goed. En hij heeft natuurlijk fysiek veel power, wat ik heel erg lekker vind. En dan kan ik mijn ding doen aan het net. Dus ik denk die combinatie, dat is een sterk team eigenlijk. Ja, meens. Ja, ik heb het heel vaak geleken met een huwelijk. En dat is ook gewoon zo. Vind ik wel net wat te intens. Nou ja, ik zie jou wel echt als mijn man nu. Dat begrijp je wel. Nee. Het is in die zin, je moet heel erg eerlijk kunnen zijn. Je moet kunnen communiceren. Je staat heel vaak onder druk. En ja, vaak als je kwetsbaar bent onder druk staat, dan komt een beetje de slechtste versie van jezelf naar boven. En ik denk dat het juist aan de ander is om elkaar erin te ondersteunen en te helpen. En, je hebt elkaar ook gewoon nodig. Ja, moet. Alleen gaan. Hard doortrainen, maar wat Selena zei, veel meer explosief, veel meer wedstrijdritme en kleine wedstrijdvormpjes. Maar verder qua speciale dingen eigenlijk niet echt. Gewoon lekker er naartoe gaan, lekker naartoe leven. Nog meer zin erin kweken en ja, de kleding en alles opgehaald. Dus we zijn er wat dat betreft al klaar voor. Go Team NL!